De schaarste aan meel is het overmachtssituatie, zei minister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie gisteren aan journalisten voor aanvang van de wekelijkse ministerraadsvergadering. De boot die de meel moet leveren komt vanuit Trinidad en Tobago en is niet naar verwachting aangekomen, waardoor er reeds 2 dagen een tekort is aan brood voor de consumenten. Volgens Kuldeep Singh wordt de boot de komende week verwacht. Het enige wat ik kan zeggen is een oproep doen dat we even geduld houden en kijken naar andere mogelijkheden. Er is bloem in de winkel, dat we kijken naar... Ik heb ook de kleine bakkerijen vandaag uitgenodigd om met ze te zitten. Dus kijken waar zij kunnen ondersteunen. En dat er een schaarste gaat zijn voor 3-4 dagen, dat is mij bekend. En dat ik een oproep doe dat we kijken naar andere mogelijkheden als cassavebrood, als cassavemeel en andere producten die we kunnen gebruiken. De verlaten aankomst van de boot zal komen door het slechte weer vanwege de stormen in het Caribisch gebied.